Dames en heren, jongens en meisjes, mijn camera is weer goed. In mijn vorige video was mijn camera een beetje raar. En dat kwam omdat we hadden bankje virus opgenomen. Daardoor was mijn camera een beetje anders ingesteld. Ja, niet fijn. Maar hij is er weer. Zoals jullie weten, mijn vorige video pakte ik een fantastische icon. Oh, kom op. Nee. Nee. Izagi, nee. Nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, mijn god. Zo slecht. Echt zo slecht. Abonneer alsjeblieft op mijn kanaal. Uit respect. Ik wil vandaag veel abonnees. Subscribe. We gaan vandaag Weekend League spelen met onze fantastische nieuwe icon. Eén nadeel. Iemand moet er voor het veld ruimen. Het is Ronaldo. Ronaldo, de groeten. Je bent weg. Nee, je mag wel op de bank plaatsnemen hoor, Ronaldo. Mag jij op de bank in plaats van Abraham? Waarom ik hem op de bank heb. Geen flauw idee. Echt geen flauw idee. Als ik even ga kijken naar de stats, dan heeft Ronaldo eigenlijk alles beter. Die stats van Inzaghi zijn zo slecht. Deze man is zo slecht. Als in echt niet normaal slecht. 3 zijn skills, 3 zijn weak foot. Dat is al slecht. En dit is ook zo. Het enige goede dat hij heeft is positionering aanval. 97. Ik weet niet of Ronaldo heeft. 95. Dus in principe maakt het ook helemaal niks uit. Maar we gaan het zien. We gaan een potje Weekend League doen. En kijken hoe Inzaghi speelt in mijn team. Dit kan echt niet. Dit kan absoluut niet goed gaan. Die vent die kan niet goed zijn. Ik weet echt 100% zeker dat hij niet goed is. Wat ook logisch is. Want hij heeft echt zulke slechte stats. Besef, als hij geen icon was geweest, maar een normale kaart, was hij denk ik legit 8k geweest. Echt. Dat was gewoon een 8k speler. Gewoon een... Hij is veel slechter dan Harry Kane zelf. Die wordt ook niet goed van. Inzaghi. Pipo. Zo heet hij toch? Pipo Inzaghi. Oh. Ik ben hier helemaal niet blij mee. Oh. Goed, ertussen. Alberto, die is echt goed trouwens. Zou die maar gepakt hebben. Dat is Inzaghi trouwens. Heb ik namelijk ook gepakt. Ik ga trouwens 0-1 de Weekend League. Dat is niet heel goed. Lekker man. En ik sta nu alweer 1-0 achter. Dit is top. Goed hoor. Wie scoort er? Geen flauw idee. Zo, muziek goed binnen. Politano. Aha. Dit is... wilde ik liever niet zien. Nou, dat is een goed begin. Een goed begin is half werk, mensen. Doe zeker een duimpje op deze video. Een duimpje. Doe een duimpje. Doe een duimpje omhoog. Doe een duimpje omhoog. Doe een duimpje omhoog. Oh, Inzaghi. Nee. Oh, echt goed positie gekozen. 97 positie kiezen. Maar daarna niet heel best. Die had er op zich wel ingemogen. Dat was oprecht wel. Als hij die erin had schoten, dan was ik nog wel geweest van... Hij is best wel goed, maar hij scoorde hem niet. Mbabbe, Mbabbe, Mbabbe met balletje door op Inzaghi. Inzaghi, die knalde hem binnen. Matuidi, MLP, die draait open. MLP, schiet tegen een speler aan natuurlijk. MLP, doe maar. Finesje. Waarom nou de paal? Stel je voor, ik verlies deze Weekend League ook. Dan ga ik 0-2 de Weekend League. Zo slecht ben ik legit nog nooit gegaan. Inzaghi, fantastische actie. Yeah. Oh mijn god. Oh, Inzaghi. Wel goede gameface trouwens. Dat vind ik wel weer tof. Erg leuk. Erg leuk. Oké, ik kan echt van deze gast winnen hoor. Denk ik. Dan jammer dat ik geen spits heb. Oh jawel, heb ik wel. Maar die is heel slecht. Dat is namelijk Inzaghi. Die kan er geen reet van. Nou, ga even de vrije trappen glitch doen. Boom. Waarom gaat hij mij altijd recht op de keeper af? Nee, 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 nee. Ho, ho, ho. Ha, ha, he, he. Nee, ik wist niet dat ging doen. Lekker keep, goed gedaan. Ja, dan kan ik hem nog even inzaken, maar die vent is zo traag. Kijk nou, die lijkt wel zo'n poep in zijn broek en heeft. Daar gaat Inzaghi, daar gaat hij. Hij is niet meer tegen te houden. Hij is absoluut niet meer tegen te houden. Inzaghi, Inzaghi, hij schiet! Over. Hoe zit je nou over? Hoe kan dit nou? Over. Oh, we zijn lul. Oh, we zijn lul. Mensen zijn lul. Ik sta 2-0 achter. Waarom staan we nou 2-0 achter? Word ik toch helemaal... Oh, mijn god. Hoe kan dit nou? In de Weekend League. Maar zo ga ik 10-0. Nu ga ik 0-2 straks. Geef op hem. Geef op Inzaghi. Die draait zich om en die scoort. Nee, we zitten hem recht in de hand van de keeper. Zit hem recht in de... Hey, scheidsie! Hey! Ik kan deze pot gewoon winnen, serieus. Dit staat nergens op als ik dit verlies. Mensen, als ik jullie op basis van 52 minuten een advies moet geven om Inzaghi te kopen, ja of nee, dan is dat toch... ja, doen. Fantastische speler, fantastisch! Oh mijn god, versteken. Oh, beter. Goed, goed, goed. Score maar, Neymar. Hoppa, 2. Lekker, kom op, kom op, kom op. Mooi doelpunt. Assist van Inzaghi, ja. Maar mensen, als je nu al niet overtuigd bent om hem te kopen, dan weet ik het ook niet meer. Ja, iedereen zag dat ik dat ging doen. Ik kan hier niet tegen. Ik ga gewoon verliezen. De steek doet gewoon niks. Gewoon niks. Wat doet hij? Niks. Helemaal niks. Ik zou ook gewoon met Ronaldo zo makkelijk deze gast winnen. En ik speel met Inzaghi. Inzaghi. Oh. Nou, speel maar 18 rond. Dat maakt me niet uit. Ik win niet. Ga maar lekker spelen. Wat een fantastische pot FIFA dit. Fantastisch. Zoals je ziet, mensen, heb ik het erg naar mijn zin. Ik heb het echt enorm onwijs naar mijn zin. Ga liggen dan. Dit kan toch niet? Waar slaat dit nou? Krijg ik nou rood? Rood!
Oké, we gaan 0-2. Ik lach, maar eigenlijk moet ik huilen. Mensen, ik zit te denken om heel mijn team weg te doen en iets anders te gaan kopen. Ik zie het gewoon niet meer zitten. Inzaghi, dit is jouw wedstrijd, oké? Dit is jouw wedstrijd. Oh, ik speel er in een team van 4-3. Hier kan ik niet. Hij heeft Ake achterin. Hij heeft een middenvelder van Aston Villa die ik niet ken. Ik kan dit niet verliezen, oké? Dit kan gewoon niet. Die inhoud is zo traag. Je kan ook helemaal niemand voorbij lopen met hem. Dat kan gewoon niet. Dat moet je ook niet doen. Dat is eigenlijk niet de bedoeling van hem natuurlijk. Hij is meer gewoon een afmaker. Maar dat heeft hij de vorige wedstrijd ook niet gedaan. Dan mist hij ook 2 mega kansen. Scheids, hallo! Giet nou weg! Oké. Okay. LP goed. Inzaghi, die draait weer als een tanker. Die is echt goed, mensen. Koop hem nu. Inzaghi. Trouwens, mensen, deze Black Friday op Ik Wil Te Goed. Elke 100ste bestelling wordt verdubbeld. Koop nou je tegoedkaart op ikwiltegoed.nl. Dat moet je sowieso al doen, want je krijgt met tegoedpunten krijg je sowieso altijd een korting. Maar aankomende vrijdag, elke 100ste bestelling wordt verdubbeld. En je kan zien, je kan de winnaars zien. Natuurlijk wel afgeschermd, dus niet dat je e-mailadres online komt. Op de Ik Wil Te Goed Instagram pagina. Daar komt dan te staan onze bestelling van dit beetje in de e-mail, maar niet helemaal zodat je niet zeg maar ineens allemaal mensen krijgt die fake e-mails van je gaan maken en dat je gehackt wordt en zo. Maar elke 100ste bestelling wordt verdubbeld. Dus stel je voor, je bent 100ste bestelling en je bestelt 100 euro, dan krijg je gewoon 100 euro van Ik Wil Te Goed gewoon voor helemaal niks. Oké, okay, ik ga even concentreren, want ik ga dit echt niet verliezen. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Die Inzaghi, jongen. Je hebt helemaal niks in die vent. Ook normaal heb je Ronaldo er staan. Die kan wel iets. Al moet ik zeggen, Ronaldo dit jaar. Eigenlijk sinds ik Ronaldo heb, gaat het eigenlijk niet zo goed met mij in Weekend League. Ik zweer het je. Dat is toch raar? Kom maar dat ik Matuidi erbij heb. Die is ook niet goed, hè? Inzaghi! Inzaghi! Paal! Paal! Natuurlijk op de paal! Hij zal er ook eens in gaan. Paal! De mokerpaal. Alberto, wat is die goed, zeg? Zou die maar gepakt hebben? Ja, we krijgen weer een vrije trap, mensen. Nou, gaan we de tactiek weer eens proberen. Boom! Dit is heel laag. Dit is heel laag. Inzaghi. Nou, weer niet. Het is echt. Waarom zit hij in de game? Er staat 0-0 bij rust. Het is nog niet om over naar huis te schrijven. Laat het daarop houden. Ja. Ja, hij verpest het. Ik ook. Wat doe ik? Wat ben ik nou aan het doen? Ik zit hem binnen. Bam. Nee, ik zit hem weer over. Is mijn knop kapot of zo? Is mijn knop kapot dat ik alles overschiet? Behalve die vrije trap, want die schiet ik ineens weer laag. Ik doe dan niks raars. Oh ja. Nee, goede bal. Inzaghi. Weer paal. Ja, maar hier word ik dus echt helemaal niet goed van. Hoe kan dit nou? Boom, Inzaghi. Jongens, ik ga 0-2. Laten we niet 0-3 gaan. Dat zou echt vervelend zijn. Oh, wat is het toch fijn om zo slecht in FIFA te zijn. Mensen, doneer alsjeblieft een like om mij beter te maken in FIFA. Ik ga wisselen. Ronaldo komt erin. Inzaghi moet er echt uit. Het is tijd voor Cristiano Ronaldo. Oh, Ronaldo, je bent zo goed. Boom, goal. Jawel, hoppakee. Oh, wat is hij goed, die Ronaldo. Die ga ik zeker niet verkopen. Hij is zo goed. Eigenlijk sinds ik Ronaldo heb, gaat het eigenlijk niet zo goed met mij in Weekend League. Ik zweer het je. Lekker zeg. 1-0, hoppakee. Hoppakeetje, lekker hoor. Inzaghi, je had het niet gedaan, denk ik. Zo, moet je kijken, hop, 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 bam. En weg is hij. Goal. We hebben gewonnen, mensen. We hebben gewonnen. Overwinning is binnen. Ik ga nog één keer spelen. Ik ga hem nog één kans geven, Inzaghi. En daarna, als het weer niks is, is het wel helemaal klaar. Maar nu, nog één kansje. Mensen, dit is mijn volgende team. Het is een goed team. En ik speel met Inzaghi nog steeds. Ik heb dus het gevoel, mensen, op een of andere manier dat dit mijn potje. Nou, eigenlijk meer Inzaghi's potje gaat worden. Hij gaat scoren deze wedstrijd. Mag ook wel. 1 goal in 3 wedstrijden. Oh, Mensen, als hij deze wedstrijd niet scoort, dan ga ik toch wel, denk ik, een negatief advies geven, hoor. Want een spitsie niet scoort in 3 wedstrijden, dat is niet heel goed, hè? Inzaghi. Boom. Ah. Boom. Ah. Inzaghi. Inzaghi met een actie. En wat is. En zo'n paal. Wat is dat? Hoe ben je zo slecht? Ik kan er met mijn kop niet bij. Bro, je bent misschien geen goede icon. Maar je bent geen 60 rated. Ik snap er echt helemaal niks van. Hoe is die vent zo slecht? Ja, oké. Okay, nee, nu ben ik er wel over uit hoor. Als je nu aan mij zou vragen, moet je hem kopen? Ja. Nou, ik heb 170k. Kom op, hè. Daar kan je niet verkeerd mee gaan. Pop, Inzaghi is goed. Inzaghi is er langs. Inzaghi, Inzaghi, ja, wat een speler, koop hem nu, Inzaghi, wat een goal, Pipo Inzaghi, heerlijk zeg, wat een werelddoelpunt, wat een ongelooflijk werelddoelpunt van Inzaghi, dit is niet normaal, hij pakt hem nog even terug, zo hop, en hij schuift hem er zo langs, geen enkel probleem, kijk, op het moment dat de bal zijn voet verliet, toen dacht ik al, die gaat er niet in, maar hij ging er wel in, en dan ben je een echte topspit, wat een fantastische speler, oh, zit Sanchez ernaast zeg, dan kunnen we nu gaan aanvallen. Oh, wat een enorm slechte bal. Dat is ook totaal niet bedoeld op Inzaghi. Want IE, denk je nou serieus dat ik op Inzaghi wil pasen? Kijk, ik ga het weer proberen, jongens. Boom! Oh! Oh! Sorry, was best goed. Boom. 2-0. Nee. Oh, dit is een hele logische redding. Ha! Oh! Houd hem in de gaten, Inzaghi. Ja, ja, ja. Dat zou ik ook doen als ik jullie was. Ja, ja, ja. Je ziet er staan, mensen. Linksboven, jawel. Houd hem nou in de gaten, Inzaghi. Ja, 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 ja. Carlos Alberto. Kijk nou even. Dit is wel echt heel goed. Dat is echt heel erg goed hoor. Ik moet zeggen, het scoren gaat nog niet echt makkelijk af. Ik heb er nu 2 goals gemaakt in 3 wedstrijden volgens mij. Dat is niet heel veel hè. Nee, dat is niet echt dat je denkt van nou, dit is lekker. Maar ik moet zeggen, die Inzaghi is wel wereldspits. Ho, Inzaghi. Ho, Inzaghi. Ho, Inzaghi. Ho, Inzaghi. Ah, nee, natuurlijk niet.
Nee. Nee. Zeg even te steken, nee. Dit kan toch niet? Dit kan toch niet? Oh mijn god. Oh, kijk, de steen springt de lucht in. Bij een bal die over de grond gaat, moet je kijken. Wat is dit? Nee, nee, nee. Dit kan toch niet? Dit is toch niet normaal? Dit is toch niet normaal? Inzaghi. Naast, hij zit gewoon naast. Tijd om te wisselen. Weg met die vent. Wat een enorme zaadspeler is dat. Oh, 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 oh. Mensen, koop hem niet. Ik zeg het nu. Ik ben gewoon eerlijk, hè. Zo ben ik dan ook alweer. Koop hem niet. Hij is niet heel goed. Ik zou hem niet kopen als ik jullie was. Weer een goede bal. Van Neymar op Ronaldo. Terug. Boom. Natuurlijk. 2-1. Jongen, ik zweer het je. Vis, ik zweer het je. Ik zweer het je, vis, ik zweer het je. Ja, die Ronaldo is gewoon goed. Mensen, ik ga gewoon weer winnen. Wat een fantastische bal. Hij heeft gescoord, hè, Inzaghi. Ja. Dat dan weer wel. Ronaldo. Paal. Hey, heb ik er een abonnement op tegenwoordig op die paal? Hoe zit het? Let's go. Easy win. Mensen, ik ga 2-2 in de Weekend League. Fantastisch. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Ik ga even kijken. Ik kan 80 wins halen. Dat is geen top 100. Even Elite 1 halen. Zonder Inzaghi. Die kan er geen ene ster van. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Abonneer op mijn kanaal. En like deze video. Dan zie ik je bij de volgende video. Ik sluit je video aan de volgende keer. Doei. Later. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was op beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit er snel voor op FIFA en ging onderweg een tonnen, wauw. Je ziet mijn haar en je denkt daar komt de dubbel in. Koop BTC, niet voor later een verdubbeling.